Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus: herstart scholen middels onderwijs op afstand, een vraaggesprek met BOG-artsen Ferren Nanu en Rajesh Ori, regering kondigt stringentere maatregelen aan en controle naleving COVID-19 maatregelen van groot belang. Vanwege de toenemende COVID-19 besmettingen blijven de scholen in Suriname vooralsnog gesloten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft echter besloten het onderwijsproces op maandag 28 januari 2021 voor alle onderwijsniveaus op afstand op te starten, het zogenaamde afstandsonderwijs. De communicatiedienst Suriname sprak over dit besluit met waarnemend onderwijsdirecteur Juro Di Potaruno. Wanneer we kijken naar de wereldkaart, waar UNESCO een artikel over heeft geschreven, dat niet alleen Suriname, maar de hele wereld dupe is van de coronapandemie. En als we kijken naar de kaart, dan gaat u zien dat heel veel landen hun scholen hebben gesloten hebben gehouden. Een aantal landen die hebben beperkt geopend. Sommigen hebben gedurfd om hun scholen helemaal te openen. En dan kijken we specifiek naar Zuid-Amerika, dat is dus de tweede kaart. Dan zien we dat dat Guyana bijvoorbeeld en het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, zeker Suriname, een van de weinige landen is die heeft gedurfd om vorig jaar hun schooldeuren te openen. Ik vind het belangrijk om het aan te geven, omdat we zien dat niet alleen Suriname met dit probleem te kampen heeft, maar de hele wereld heeft daarmee te kampen. En dat is ook de reden waarom wij natuurlijk ook moeten kijken, wat doen de andere landen? Welke mogelijkheden bieden zij? Hoe kunnen we leren van wat andere landen aan het doen zijn? Dat heeft dus nu geresulteerd in het feit dat we hebben aangegeven dat we 28 met onderwijs op afstand willen starten. Onderwijs op afstand is niet wat zoals men denkt, dat het afstandsonderwijs is, dus online onderwijs. Maar ik wil even aangeven waarom we dus zijn overgestapt om die beslissing te nemen. Op de eerste plaats is er een grote bezorgdheid van ouders. We hebben heel veel telefoontjes en berichten binnen gehad dat de kinderen niets thuis doen aan hun schoolwerk. En ze vragen zich af, wat moet ik doen? Een andere groep die ons ook vraagt, zijn de leerkrachten zelf. Die ons de vraag stellen van, wanneer kunnen ze beginnen? Want ze kennen natuurlijk ook hun kinderen het best. En zelfs de studenten en de leerlingen die krijgen ook berichten binnen van wanneer mogen we beginnen, wanneer kunnen we beginnen met de school. Dus eigenlijk van alle drie kanten, doelgroepen, krijgen we vragen vanuit de ouders, vanuit de leerkrachten, maar ook vanuit de leerlingen. En belangrijk is ook natuurlijk om te weten dat leerlingen en studenten het nodig hebben om bezig te zijn, zodat de kennis en de motivatie van het leren niet gaat wegzakken. Toch, als je niet bezighoudt met schoolzaken, en we hebben een aantal weken geen school gehad, dan ben je niet geneigd om bezig te zijn, en waardoor die kennis wegzakt. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, we gaan beginnen met het onderwijsproces, door het op afstand te doen. En de vraag is, op de eerste plaats is de conclusie, we moeten wel starten met het onderwijs, ook al blijven de scholen gesloten. En een belangrijke vraag, kernvraag die we hierbij moeten stellen is, hoe doen we dat op een veilige manier? Wat is onderwijs op afstand? Laat me het goed zeggen, want we zeggen het is volksmond, of tenminste we zijn gewend te zeggen afstandsonderwijs, maar het komt neer op onderwijs op afstand, leren op afstand. Onderwijs op afstand is een vorm van onderwijs waarbij de leerling niet fysiek
in de klas hoeft te zitten om onderwezen te worden. Onderwijs op afstand betekent ook dat de leerkracht niet steeds aanwezig hoeft te zijn als de leerling aan het leren is. Dus ook de leerling kan zelfstandig werken. Ook de leerling kan zelfstandig bezig zijn. En onderwijs op afstand is dat er ook instructies gegeven kunnen worden, zodat de kinderen thuis kunnen werken. Zoals ik al zei, er zijn verschillende vormen van onderwijs op afstand. Eén daarvan heeft te maken met zelfstandig werken. En in dit kader hebben we dus instructies naar de scholen gestuurd om bijvoorbeeld de werkboeken voor de verschillende leerjaren van de verschillende vakken ter beschikking te stellen aan de kinderen. Dus dat betekent dat de ouder en de leerkracht in contact met elkaar gaan moeten treden, zodat de leerkracht de instructie kan geven en de werkboekjes en de werkpakketten die eventueel aangeboden worden, aan de ouders meegegeven kunnen worden, zodat de leerlingen thuis bezig kunnen zijn. Weet u, en daarin is er een instructie vanuit de leerkracht dat geschreven is. En natuurlijk heb je ook huiswerkopdrachten, werkbladen, et cetera, die meegegeven kunnen worden aan de ouders, zodat de kinderen thuis bezig kunnen zijn. Dat is één optie. En belangrijk is natuurlijk dat er korte instructies worden gegeven, zodat ouder en leerkracht goed met elkaar afstemmen. En hierbij mag je natuurlijk gebruik maken van een communicatiemiddel. Een van de middelen is SMS, Short Message Service. Of als de mogelijkheid bestaat via WhatsApp, of natuurlijk ook gebruik maken van e-mail, zodat die kleine instructies, waarvan dus de leerkracht de werkboeken meegeeft, de opdrachten meegeeft, instructies kan geven. Natuurlijk heb je ook onderwijsmogelijkheden via televisie en radio, waarbij je via de televisie lessen kan volgen die op een gestructureerde manier voor de verschillende niveaus worden aangeboden, maar ook via de radio. En ik moet zeggen dat het ministerie op dit moment hard aan het werken is om dat tot een feit te maken. Waar we mee te kampen hebben is natuurlijk dat we met verschillende niveaus te maken hebben. En we hebben natuurlijk ook te maken met de verschillende leergebieden waar men de Nederlandse taal ook niet machtig is. Dus ook die vertaalslag naar die gebieden, naar het binnenland, moet ook gemaakt worden. We willen natuurlijk niet dat het kind van het binnenland kind van de rekening moet zijn. Dus we proberen dat ook gelijk mee te nemen in de tv- en de radioproducties. Ik heb al de opdracht gegeven welke mogelijkheden er zijn voor radiostations in het binnenland. Die lijst heb ik al gehad. Dus, maar er zijn echt nu werkgroepen bezig om daar invulling aan te geven. Nou, een andere vorm van onderwijs op afstand is natuurlijk wat mensen wel kennen. En dat heeft te maken, en ik geef ook duidelijk aan, het is niet verplicht zoals de minister heeft gezegd. De oproep is naar de school toe en naar de ouders toe, waar het mogelijk is. Waar de ouder al beschikt over een vaste ADSL-internet dat al normaal binnen het gezin is, dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Dus met andere woorden, de schoolleider en de directeur moet natuurlijk nagaan wat de omstandigheden van de kinderen zijn. In die zin, wat zijn de mogelijkheden om dat aan te bieden, maar dat het niet een verplichting is. En dan om via internet lessen aan te bieden. Dus dat wil ik echt benadrukken. Het is niet verplicht. Wij gaan vooral voor de eerste optie. En ik heb het ook als eerste optie genoemd. Dat is de werkpakketten, de werkboeken, de instructies echt in samenspraak met de ouders worden afgegeven. Zodat de kinderen thuis bezig kunnen zijn. En nogmaals, zodat kinderen echt de informatie, de kennis niet wegzakken. Want kinderen moeten echt bezig gehouden worden. Dagelijks blijft zich een groot aantal COVID-19 gevallen voordoen, waarvan de meeste niet tot clusters te herleiden zijn. Ferren Nanu, arts bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG,
legt in het volgend gesprek nadruk op de wijze van besmetting. Waarnemend directeur Rajesh Ori geeft daarnaast uitleg over de nieuwe COVID-19-variant, het belang van vaccinatie en het wel of niet gebruik maken van traditionele medicijnen. Als er geïnfecteerde druppels worden uitgeademd en je bijvoorbeeld zonder mondkapje met de persoon in contact komt, geen van jullie heeft mondkapje aan, dan krijg je dus binnen die anderhalve meter, als je daar staat, dat de range close genoeg is dat je die druppels inademt via je mond, je neus of via de ogen. Het kan ook zijn dat het op je huid komt, maar als je hand niet ontsmet en je raakt je ogen en gezicht daarna aan, dan heb je ook dat je daardoor besmet kan worden. Kijk, een van de dingen ook is, als je bijvoorbeeld als je openlucht bent, dan heb je nog wat bescherming. Want voordat de druppel jou bereikt, dan heb je dus dat hij zich verspreidt en dan komt er misschien een minimale hoeveelheid virus dat eigenlijk niet relevant is. Oké, maar als je in een gesloten ruimte bent met een slechte ventilatie, bijvoorbeeld je bent in een airco-ruimte en je zit enkele uren te werken met die persoon in één ruimte, met of zonder mondkapje, dan hebben we ook gezien dat mensen daar positief worden. Dus sowieso waar je rekening mee moet houden, is besmette oppervlaktes ook. Als een besmette persoon dus hier heeft gewerkt en ik ontsmet niet voordat ik kom, of ik ontsmet documenten niet die regelmatig worden overhandigd door die positieve, en ik ontsmet mijn handen niet en ik ga daarna mijn ogen en mijn mond aanraken, dan heb ik dus ook hetzelfde probleem. Dus dat is het om en bij hoe het in elkaar zit. Kijk, ook in een auto. Als je zit met een persoon in een auto die positief is en hij zit naast je met gesloten ramen airco, heb je ook dezelfde slechte ventilatie die er is met een verhoogde kans op infectie. Contact tracing is dat we de personen positieve bellen, want zij zijn onze eerste die we moeten contacten. En dan gaan we hun vragen met wie ze allemaal in contact geweest zijn. En natuurlijk hoe het contact was. Want als het bijvoorbeeld met een mondkapje was, je was 2 meter af van COVID-maatregelen, dan heeft die persoon geen risico opgelopen om besmet te raken. Dus dat vragen we goed uit, zodat we niet mensen zomaar onnodig in quarantaine hoeven te zetten. Oké, we krijgen de namen door en dan bellen we die personen zelf om te checken als het verhaal klopt van hun zijde. En als het klopt, dan zetten we ze ook in quarantaine, maar het gebeurt ook dat die positieve vergeten is, dat er misschien nog iemand was. En van die contacten krijgen we te horen, ja, maar die was er ook, die was er ook en die was er ook. Dan krijgen we dus een groter bestaan. Oké, wat er gebeurt, hebben we ook in de eerste wave gezien, is dat soms de positieve de namen niet willen doorgeven aan ons. Ze weigeren ons door te geven, want die persoon die ze hebben gezegd, dus hun contact, dat ze positief zijn, heeft tegen hun misschien gezegd van, hey, if you come in, manga yo fasi. Begrijp je? Echt serieus, dit soort gekke dingen zien we krijgen. We hebben ook gehad bij deze wave dat werknemers positief zijn geworden. En de werkgever zegt, hey, geef geen namen door, geef geen informatie door. Anders gaat het bedrijf misschien een beetje stil liggen, want iedereen is blootgesteld geraakt. Men heeft zich niet gehouden aan de COVID-maatregelen in dat bedrijf zelf, waardoor er zoveel besmettingen zijn plaatsgevonden. En dat hebben we dus ook gehad bij bepaalde bedrijven. We zien dat COVID al bijna een jaar, met 10 maanden, 11 maanden, de hele wereld in zijn baan heeft. Als we kijken wat in andere landen gebeurt, het is Amerika, Europa, tweede golf, zoveel mensen zieken. Dus het kost het land een heleboel, de economie, alles gaat eraan. Alles, ons normaal leven is helemaal ontwricht. Zolang we niet vaccineren, gaan we dit doorblijven. Want dit virus is een nieuw virus. Je moet meer dan 90% van de bevolking moet besmet of antilichamen voor hebben, voordat je dan normaal kan gaan functioneren. En er zijn 2 manieren, iedereen gaat ziek worden, maar dan ga je een heleboel doden hebben. Maar de andere manier is vaccineren, zodat een heleboel mensen een hoog percentage antilichamen hebben. Belangrijk is dat de risicofactoren worden gevaccineerd, want je begrijpt, iedereen gaat vaccineren gaat niet lukken, want het is niet alleen Suriname. Suriname is een klein land dat wil vaccineren. Alle landen willen vaccineren. En de grote landen kopen bijna alle vaccins nu op. Dus alles wat we krijgen gaan we gebruiken zodanig, er is een stappenplan met de risicogroepen, zodat de risicogroepen worden gevaccineerd, waardoor wij ernstige cases en sterfte van personen kunnen voorkomen. Wat ik wil zeggen aan de samenleving, begrepen, iedereen is moe, iedereen is COVID moe, iedereen wil normaal functioneren, iedereen wil maar nog volhouden.
Het gaat nog een paar maanden duren, want we hebben geen keus. We willen onze dierbaren, vooral onze naasten, de mensen met onderliggende aandoeningen, en vooral de ouderen onder ons, willen we niet missen. Je wil COVID niet herinneren als te zijn van ik heb mijn oma of mijn tante of mijn opa verloren. Laten we proberen dat vast te houden, want we zien dat juist zijn die mensen die komen te overlijden. Is jammer. Deze mensen hoefden nog niet te overlijden. En wat nog erger is, dat, wat nog jammerlijk is dat deze mensen eigenlijk niet op straat gaan. Want de mensen van boven de 80, boven de 90, ze gaan toch niet op straat. Maar ze raken wel besmet. En dat moeten we voorkomen. We moeten dat zeker voorkomen. Zorg ervoor dat jij je houdt aan de maatregelen, zodat als je thuis komt en je hebt ouderen thuis of anderen met onderliggende aandoeningen, dat zij geen extra risico oplopen. We moeten nog even volhouden. Het is moeilijk, het is voor ieder moeilijk, voor ons ook. Wij zijn al constant dag en nacht ermee bezig en vermoeidheid treedt op, we moeten nog doorgaan. We kunnen het niet zo laten. De COVID-19-maatregelen zijn grotendeels ongewijzigd. Daarboven zijn er enkele strengere besluiten genomen ten einde de transmissie van het COVID-19-virus omlaag te brengen. Tijdens een Zoom-persmeeting op dinsdag 26 januari 2021 is de regering nader ingegaan op de reeds aangekondigde maatregelen en de nog te nemen besluiten. Wij brengen nu enkele fragmenten. Wat we hier zien namelijk is het aantal COVID-positieve in Suriname vanaf 31 december op basis die verder is geëxtrapoleerd. Op basis van de prevalentie van hospitalisaties. Dat betekent niets anders. De blauwe balken die u ziet, dat zijn het aantal opgenomen personen vanaf 31 december tot 23 januari, dus tot eergisteren. We hebben dan het aantal personen in isolatie dat u ziet in de oranje balken. En ICU, dus de intensive care, dat zijn die grijze balken, dat zijn hele dunne balkjes. Dat is maar een heel klein percentage. Maar de gele balken wat u ziet, dat zijn eigenlijk op basis van onderzoeken is gebleken dat als je het totaal neemt van het totaal neemt aan positieve, welke je registreert, welke je test in de samenleving, dan heb je op basis van het aantal positieve ongeveer naar schatting, en dit is het onderzoek zit hier beneden, ziet u dat? Prevalence of asymptomatic SARS-CoV-2 infections, zitten dus ongeveer nog 40% asymptomatische gevallen. Dat wil zeggen, 40% van het aantal personen wat je test, zit feitelijk nog rond te zwerven in de samenleving. Dat betekent, je komt deze mensen niet tegen. En deze personen, kijk bijvoorbeeld maar naar 23 januari, hebben we dus 103 personen in het ziekenhuis en 200 personen in isolatie. En dat betekent, uitgaande van het aantal 302, 40% daarvan, dat is het aantal van 182, is eigenlijk nog buiten aan het welke niet in beeld komt. En dat betekent dat als je dit verder zou extrapoleren naar de volgende week, dan kan je zien hoeveel personen nog verder besmet gaan raken. En dat zal helemaal afhangen van je R. Oké. Wat we hier zien is een overzicht van onze isolatiecapaciteit. Namelijk, het aantal totaal is van 425 plekken, wat wij nu hebben in, als capaciteit. Met een overzicht van Wanik 175, Residence in 130 en KKF 120. Betekent dat wij, mits er geen verandering komt, deze capaciteit steeds meer en meer onder druk komt te staan. We hebben hier een overzicht van het ziekenhuis en ICU. ICU hebben wij overgeplaatst bij deze golf naar Paramaribo. En daar hebben we ongeveer 25 bedden beschikbaar met AZP 15 en 10 van het Zwans Hospitaal. Totaal aan bedden hebben we 167 landelijk. Waarbij belangrijk is, en daar is die onderbouwing voor de aanscherping van de maatregelen, dat het Zwans Hospitaal, AZP en Diakonissenhuis op dit moment qua bedden vol zitten. Dat betekent, we zitten al tegen het maximum aan voor personen die ziekenzorg nodig hebben, personen die opgenomen moeten worden,
Los van de personen die isolatie heb je ook nog personen dus in de ziekenhuizen die moeten worden opgenomen. Mensen met onderliggend lijden en die extra zorg behoeven. In elk geval, wat we nog hebben is MMC 2 medium care bedden en 12 bedden in Ikeri. En Wanika RKZ die zitten op dit moment rond de 50%. Dat zijn nog onze mogelijke uitvalwegen. Maar het is dus belangrijk om te weten dat mits we geen ommekeer brengen in de trend, dat wij eigenlijk, kan je zeggen, bijna aan de rand staan van een maximum aan capaciteit wat we hebben voor COVID-zorg. En dan hebben we nog een ander groot probleem, dat is de Human Resource Challenge. Ik heb het alima genoemd, omdat het feitelijk een belangrijke uitdaging is nu. Onze human resources, met name in de tweede lijn, vallen ook uit. We hebben steeds minder personen beschikbaar, minder zorgprofessionals. Op dit moment hebt u een bericht gezien van het AZP dat wij nu feitelijk zitten aan te kijken tegen een niet functionerende operatiekamer van het AZP. Althans, de reguliere operaties die zijn uitgesteld tot nader order. We hebben in de keuken van het AZP ook besmettingen gehad, waarbij het ministerie van Defensie moest inkomen met koks voor de keuken. We hebben in het Slanshospitaal besmettingen gehad. Dat zijn besmettingen in zorginstellingen. Maar we hebben ook een landelijk beeld van besmettingen op vele werkplekken. Zij het nou essentieel of niet essentieel. Feit is, op dit moment praten we van code rood in Suriname. En loop je in de samenleving rond en kom je iemand tegen, moet je ervan uitgaan dat elke persoon potentieel besmet kan zijn of potentiële kansen heeft om jou te besmetten. Het is de trigger geweest eigenlijk om de maatregelen voor de komende periode aan te scherpen. En helaas, vanmorgen zijn dus het berichten van ons de deur uit te gaan. Dat heeft collega Ramdin al aangegeven dat er een onderzoek naar komt. We hebben, het maakt voor mij het een beetje makkelijker om het, dat de maatregelen nu al bekend zijn. Zelfs al gepubliceerd zijn op nieuwsites. Geen probleem. We hebben als boodschap aan de samenleving het volgende. Dat in principe vanaf vandaag de maatregelen aangescherpt moeten worden. En de aanscherping in de weekdagen zal voornamelijk gefocust zijn op de handhaving. De politie en het leger, maar ook alle inspecterende organen worden in verhoogde stelling gebracht. We gaan veel serieuzer om met het vraagstuk van overtreding. We hebben het uitgaansverbod voor de weekdagen niet aangepast. Die blijft gehandhaafd van 7 tot 5 uur. We hebben dan verder, zoals aangekondigd al zaterdag, zou er een lockdown op komst zijn. En waarom een lockdown? Omdat we hebben gezien dat een lockdown bij de afgelopen golf wel genoemd kan worden als een van de interventies die gedaan is vanuit de regering om het reproductiviteitsgetal omlaag te doen brengen. Uiteraard andere maatregelen dragen ook bij. Natuurlijk, handhaving zal enorm ook moeten bijdragen aan, zal ook een bijdrage moeten leveren aan het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Maar belangrijk is dat de lockdown inderdaad wordt toegepast. En dat zal zijn vooralsnog een weekend, 2 weekend lockdowns achter elkaar. Op vrijdag 29 januari van 7 uur 's avonds tot en met maandag 1 februari om 5 uur 's morgens. En de volgende week van vrijdag, volgend weekend dan van vrijdag 5 februari tot en met maandag 8 februari om 5 uur. En naarmate de tijd nadert, dus naarmate het weekend zal naderen, zult u een tweede persconferentie de verdere instructies krijgen. En minister Amoksi heeft al een beetje overzicht gegeven. Maar zullen aan die specifieke groepen personen met toestemming op straat mogen. En de winkel- en handelszaken zullen dus ook gesloten zijn. Het betekent dat u in principe voor het weekend de nodige zaken moet voorbereiden. Wilt u in elk geval voorzien en gegarandeerd zijn van voedsel. De andere maatregelen die blijven gehandhaafd.
namelijk de samenscholing van 5 personen. Sportactiviteiten waar er een contact is, zijn verboden. En zo zijn er andere maatregelen die zo meteen via CDS bekendgemaakt zullen worden. Maar wel een hele belangrijke en belangrijke maatregel die we additioneel hebben genomen zijn zaken zoals het feit dat de komende week overheidskantoren, maar ook het bedrijfsleven gevraagd is om zoveel mogelijk door de week dan open te zijn, namelijk aan die essentiële zaken, essentiële afdelingen van de overheid en het bedrijfsleven. Personeel wordt gemotiveerd en gestimuleerd of aangezet om zoveel mogelijk van huis uit te werken. En vandaar dat u ook deze persconferentie via Zoom ziet. Een hele belangrijke maatregel waartegen, welke eigenlijk is doorgevoerd zaterdag, was dat het is ieder dus verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. En net naar aanleiding van natuurlijk de ontwikkelingen waar we uit statistieken gezien hebben dat besmettingen veelal plaatsgevonden hebben in samenscholingen, bij supermarkten, et cetera, waar vrienden bij elkaar komen, alcohol nuttigen. En dan gaan die alleen opgetreden worden tegen de individuen, maar ook tegen de vergunninghouders. En we hebben het bedrijfsleven al gevraagd om hierbij de medewerking te verlenen, om de informatie door te geven dat zij ook daar aan zulke zaken niet meewerken. Ook mag er per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. Er zal hierop, zoals vandaag, strak op worden gelet. En ook de verantwoordelijkheid hiervan hebben wij gevraagd dat het bedrijfsleven met name hierop toeziet. Belangrijk is voor het onderwijsproces dat de scholen vooralsnog gesloten zijn. En de markten die mogen op de weekdagen open onder naleving, onder strikte naleving van de geldende protocollen. We hebben afgelopen weekend gezien dat de DC van Wanica de derde rijwegmarkt heeft moeten sluiten vanwege de aanwezigheid van heel veel personen. En wij hadden de markten reeds gesloten en met goede afspraken weer opengesteld. U ziet dus als protocollen niet worden nageleefd dat we ook geen medewerkers zullen verdienen als instanties zich niet houden aan de regels. Uiteraard is er altijd ruimte voor correctie en zullen ook de markten onder nieuwe protocollen of onder strakke regels open zijn. De mogelijkheid daar wordt bekeken voor drive-thru opties of levering. Het is heel belangrijk, ik heb het bericht hier van de minister van Sociale Zaken, wat ik even nog wil aanhalen. Het is een verzoek geweest van minister Ramsaran, waarbij wij benadrukken dat de crèches en de opvang, kinderopvang, vooralsnog open zijn. Laat het duidelijk zijn. Vooral personen die een essentiële functie hebben, of in de zorg zitten, of in de gewapende machten een functie hebben, hebben ook kinderen die ergens op een adequate wijze opgevangen moeten worden. Dus we doen een beroep hierbij op alle medewerkers van alle SBEC-crèches om met strikte naleving van de COVID-protocollen en een roulatiesysteem de diensten van de SBEC te blijven aanbieden in het belang van de samenleving. We zullen uiteraard volgens protocollen werken. Als er besmettingen zijn, ook binnen crèches onder het personeel, dan dient de werkwijze en het protocol te worden gehanteerd. Wat we merken tegenwoordig, is dat bedrijven, maar ook werkgevers of andere collega's naar eigen inzicht willen handelen. Dat is niet correct. We hebben protocollen en de protocollen moeten worden opgevolgd. Zolang je binnen protocol de regels opvolgt, hoeft er feitelijk geen probleem te zijn. En als er mensen besmet zijn op de werkplek, dan is er ook een volgorde beschreven in het protocol hoe er gehandeld moet worden. Dus we gaan ook de vakbonden vragen om, want we hebben deze situatie ook gehad bij het AZP, waar de vakbonden in principe zich gaan bemoeien in een zaak of zich gaan vermengen binnen een zaak waar de BOG bezig was met het protocol en er worden dus zaken aangehaald die niet vallen binnen het protocol. En we gaan blijven roepen dat ook de vakbonden betrokken worden bij de samenstelling, maar ook bij revisie van protocollen. We zullen daar zeker op letten, maar we kunnen wel aangeven dat de protocollen zodanig zijn gemaakt dat er voor ieder veilig moet blijven zijn om ook te werken. We kunnen ook niet hebben dat essentiële diensten ook nu gaan uitvallen.
Anders creëren we meer problemen binnen die COVID-zorg. Om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen, is controle op naleving van de maatregelen in dit kader van groot belang. Het clusterteam Controle Handhaving COVID-19 dat hierop toeziet, verwacht vooral de medewerking van de samenleving en het bedrijfsleven. Roan Noregio, inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie, is voorzitter van dit COVID-19 clusterteam. Wij hadden met hem het volgende gesprek. Het COVID-clusterteam houdt zich bezig met de inspectie, controle, in het bijzonder de COVID-protocollen die zijn uitgeschreven voor ondernemingen. En dit team is een samenvoeging van diverse eenheden, waar we dan los van die COVID-protocollen ook andere inspecties doen, zoals hygiëne, veiligheid, prijscontrole en openbare orde. En ook wat op dat moment zich plaatsvindt, op basis van de omstandigheden, dan weten we wel hoe wij moeten gaan optreden. Die strenge maatregel die zijn aangekondigd door de overheid, is eigenlijk al een bestaande maatregel die we terug kunnen vinden bij de vergunningsvoorwaarden bij winkeliers. Dat is uitdrukkelijk aangegeven dat het nuttigen van alcohol verboden is in en buiten de winkel. En wat wij nu doen is dat we zien dat men zich niet daaraan houdt en dat hierdoor eigenlijk ertoe leidt dat samenscholing zich bevordert. Want u weet het ook, wanneer er wordt genuttigd, dan wordt er geen mondkapje opgedaan, wordt de groepen groter en dit eigenlijk verhoogt het risico tot een mogelijke besmetting. En wat wij dan van de cluster doen, is dat wij de winkeleigenaar hierop aanspreken. En wanneer men geen gehoor aan wil geven, dan zijn er wel maatregelen die getroffen kunnen worden. Dus wij van de regering en ook van de cluster zijn al een poos bezig met voorlichtingssessies. En vooral naar vergunninghouder en ook vooral bij degene die consumeert. Want daar gaat het om. Het gaat eigenlijk om beide groepen die verantwoordelijk is hiervoor. En wat men niet moet vergeten is dat bij het verstrekken van de vergunning er voorwaarden zijn. Eén fase is het niet nuttigen van alcohol. En wanneer wij merken van dat men in overtreding is, dan zijn er toch wat sancties die dan gepaard gaan met de overtreding. En één fase wat wij kunnen doen als cluster wanneer wij zien dat er een directe gevaar is, dat we dan als eerste is eigenlijk dialoog het beste, dat je dan met die omstanders praat van houd er rekening mee, is er samenscholing. En ook met de winkelier bij deze, of zeg maar bij een supermarkt zien we veel dat men soms een jogo pakt voorin. Toch? En dat we dan die mensen proberen aan te spreken, vooral de winkelvergunninghouder. Want hij is ook aansprakelijk hiervoor. Toch? En als men niet luistert, dan kunnen we overgaan tot sluiting van die onderneming op dat moment, omdat er directe gevaar zich plaatsvindt waar eigenlijk gezondheid van zijn werknemers, van zichzelf en van de cliënt in gevaar komt. Dus dat is eigenlijk als eerste wat we gaan doen, is praten. Als hij niet wil luisteren of zij, dan kunnen we overgaan tot sluiting. En dan wordt er een procesverbaal opgemaakt door de leden van de cluster, bij deze degene die verantwoordelijk is met de vergunning. En dan wordt er dan daarna gekeken of onderzocht of men dan over kan gaan tot intrekking van de vergunning. Kijk, wat we hebben gezien de afgelopen maanden, want we zijn niet pas bezig met de controle, is dat wat de minister van Volksgezondheid zei, dat het leek alsof er een uitje, toch? Men zit als een uitje, men gaat naar de detailhandel, er zijn een aantal bekenden hier in de buurt. Dan ziet u, men gaat met man, vrouw, kinderen, neef, nicht. En terwijl bij de protocollen voor winkel en supermarkt is het heel duidelijk, is ook één gezinslid per persoon. En wanneer nu wij dan zien van dat men geen gehoor aan wil geven, dan gaan we nu dan strenger moeten gaan optreden. Want het is ook een verantwoordelijkheid van de winkeleigenaar. Hij moet erop ook toezien dat men zich met geen misbruik daarvan maakt. Maar u wel een mooi punt aangehaald, de controle, hoe weet u dan precies of hij of zij man, vrouw of kind is. Maar dat ligt ook aan de burger zelf.
toch? Er moet geen grappen worden gemaakt met de gezondheid en bij mogelijke besmetting van COVID-19. Het begint bij onszelf. Wanneer wij ook zien dat de winkelier geen moeite maakt om over te gaan tot controle, dan kunnen wij, wanneer we op eten dat hebben betrapt, dat men zich niet daaraan houdt. Het begint al bij de ingang. Dat zien we dat bij sommige ondernemingen er geen persoon daar vast staat of blijft om de controle toe te zien zelf, om te gaan sanitizen, om te gaan opmeten. Daar begint het al. En wanneer het daar niet goed niet gaat, dan is de kans nu groot dat men dan met grote aantallen binnenkomt. Eigenlijk het dragen van een mondkap is al in den beginnen al verplicht. Dat is een van de drie maatregelen die standaard eigenlijk is gebleven. Het dragen van een mondkap, een sociale afstand en handen wassen en ontsmetten. Wat men niet moet vergeten is nu dat wij al over zijn gegaan tot het opleggen van bestuursboete. Bij het niet dragen van een mondkap is zo'n boete dan vastgesteld op SRD 150. Dus ook al bent u in uw werkplek en wanneer bijvoorbeeld als arbeidsinspectie dat ziet, of een van de cluster of een ieder die is aangewezen door de regering om bestuursboete op te leggen, dan kan zo'n ambtenaar anywhere waar hij zich bevindt, een boete gaan opleggen. Dus u moet niet denken, ik ga even op straat of ik ga even naar de winkel, dan draagt u geen mondkap. Wanneer u wordt betrapt, is dat een boete van SRD 150. Wanneer u dan morgen weer gaat, is dat een boete van SRD 150. En bij ondernemingen is dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek. Dat is ook aangegeven bij de Veiligheidswet. Van dat de werkgever erop toe moet zien dat hun werknemers adequaat beschermd moeten worden als het gaat om veiligheid en gezondheid. Dus daarom doen wij ook een beroep op de werkgever dat men zich daaraan houdt. En los van die bestuursboete die wordt opgelegd vanwege COVID, is de arbeidsinspectie ook nog bevoegd om boetes op te leggen op basis van de veiligheidswetten. Dus dat maakt het nog mooier hier bij de clusterteam, is dat wij dan los van de COVID-wetgeving, dat we ook nog op basis van onze wettelijke wetgeving ook nog over kunnen gaan tot het opleggen van boetes. Dus dit team, clusterteam, denk ik is 18 december begonnen met onze eerste clusterinspectie. Alle ondernemingen doen we. Het maakt niet uit of u dan een supermarkt bent, of u een consultancybureau bent. Als het gaat maar om ondernemingen, daar zijn we al bevoegd om de inspecties te gaan plegen. En ik heb het eerder aangehaald, los van de COVID-19 protocollen inspecties, doen we ook andere soorten inspecties die binnen onze wettelijke bevoegdheden vallen. Zo ook ECD, BOG, Volksgezondheid, dan heeft u ook arbeidsinspectie. En het eerste wat is opgevallen, we hebben vooralsnog denk ik de stand van zaken moeten we op 200 bedrijven zijn die we binnen deze korte tijd hebben kunnen inspecteren, is dat niet alle bedrijven zich houden aan de minimale vereisten aangegeven door de COVID-19 protocollen. De markeringen, dat laat veel te wensen over. Het aantal toegestaande cliënten, dat men houdt zich niet daaraan. Zelf het sanitizen en opmeten van klanten, dat laat ook veel te wensen over. En dat is juist het allerbelangrijkste, want daar begint het al, toch? Wanneer men komt en er wordt daarop niet gelet. En waar wij ook letten is dat ondernemingen die niet open mogen zijn voor het publiek, dat ze toch de kans nemen om open te gaan voor het groot publiek. Tot slot heb ik als boodschap dat wij allen zich moeten houden aan de maatregelen die zijn voorgeschreven door de regering. Het is om niemand te pesten, het is meer eigenlijk om onszelf te beschermen tegen COVID-19. En vooral aan de werkgevers, de ondernemingen. Houden jullie zich aan de COVID-19 protocollen die zijn voorgeschreven voor elke sector? Toch, want u als werkgever, jullie zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek. En indien er toch nog wat onduidelijkheden zijn,
dan kunt u altijd een beroep doen op arbeidsinspectie of cluster 19 team. Dan kunnen wij u wel assisteren om te helpen waaraan u moet zich gaan houden, moet gaan letten of dan die technische aanpassingen correct zijn of niet. Dus samen kunnen we dit aan. Wij alleen kunnen dat niet doen vanuit dit cluster 19 team. Dus we gaan ervoor. De inspecties gaan door. En dan wil ik u zeggen, houdt u zich daaraan. Laat ons niet overgaan tot het opleggen van bestuursboete. Maar als we dan geen keus meer hebben, dan gaan we wel overgaan tot het opleggen van boetes. En eventueel sluiting en intrekking vergunning. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.